De nieuwe kleren van de keizer. Naar een sprookje van Hans Christian Andersen. Goeiedag. Mooie schoenen heeft u daar. Geitenleer? Zijneleer. De mijne zijn dan wel niet zo mooi als de uwe, maar daarom heb ik er luchtgaatjes in gemaakt. Ziet u? Wat wilt u dan voor een ruil maken? Oh, maar alleen als u er niks op tegen hebt. Ik ben namelijk geen dief of zo. Ik zie het al. U bent niet echt een prater. Dan doen we het gewoon zo. Als u niets zegt, heeft u niets tegen de ruil. Past perfect. Ziet u? Dank u. Fijne dag nog. Wees gegroet. Waarom die treurige gezichten? Dit is het rijk van keizer Friedhelm, de ijdeltuit. Ja, en? Wij zijn blij dat we hier weggaan. Veel geluk, vreemdeling. Schoenen aan. Heeft u dan helemaal geen worst meer? Of ham anders? Nee, ik heb al mijn dieren pas aan de keizer verkocht. Zijn kleedsters willen van het leer nieuwe kleren maken. Ja, moeten wij voor eeuwig aardappels eten? Heb je honger? Heb je geld? Nee. Wel, verdwijn dan. Kan ik u misschien mijn hulp aanbieden? Hier mag je al van geluk spreken als je zelf werk hebt. Onze keizer heeft helaas iets beters te doen dan zich om zijn volk te bekommeren. Pretzels. Wat dan? Ga weg. Hup. Wie er 10 pretzels koopt, krijgt de 11e gratis. Wees gegroet. Begrijp ik dat goed? Als ik bij u 10 pretzels koop, schenkt u mij de 11e? Zo is het. Ja, dan neem ik er 10. 10 en 11, als u. Dank u. Oh, hè? Ik dacht dat... Och, dat is stom van me. Het ziet er naar uit dat ik mijn geld thuis heb laten liggen. Maar, dank u. De 11e is toch gratis? Ongekend. Heel lekker. Dank u wel. Fijne dag nog. Nee? Nee? Hey, ben jij daar? Aan de kant, uit de weg. Houd de dief, wacht nu. Ik krijg je wel. Blijf staan, kleine rotdief. Houd de dief. Hey, hier. Houd de dief. Aan de kant, ik krijg je wel. Uit de weg. Uit de weg. Hey, jij daar. Jij, heb je die kleine rotzak gezien die mij bestolen heeft? Ja, maar helaas kan ik me van de honger niet meer herinneren welke kant ze opgegaan is. Ach, jij. Greta! Greta, waar zit je toch? Greta? Is Greta een kleine guitig meisje dat graag appels eet? Heb je haar gezien? Dat ligt eraan. Speel je met haar onder één hoedje of wil je haar straffen? Ze is mijn zusje. Zeg me waar ze is. Goed, als jij me je naam vertelt. Maya. Maya, mooie naam. Oh, Greta, wat doe je daar? Ik had zo'n honger. Hier, probeer maar. Ik heb je wel 100 keer gezegd dat je niet mag stelen. Mama, als die heksje gevangen had. Maar dat heeft ze niet. En hij heeft me geholpen. Jij helpt mijn kleine zusje met stelen? Nee, meer met niet gepakt worden. Dank je. We hebben tot nu toe ook heel goed zonder jou kunnen redden.
Ik zou, als ik jullie was, maar verdwijnen. Het beste is daarheen. Dat is de poort van het kasteel van de keizer. Ja, en? Ja, dan mag je niet doorheen. Oh. Hier zijn de nieuwe stoffen voor de keizer. Maak de weg vrij. De nieuwste stoffen Kom, voor de keizer. Kom, Maya. Maak de weg. Greta. Greta. Maak de weg Kom. Vrij. Wij staan, Greta. Wat doe je nou? Blijf nou toch een keertje hier. Hier, Greta. Die oude heks zoekt zeker nog naar Greta. Ik zou, als ik jullie was, nog heel even wachten. Hoe heet jij eigenlijk? Jacob. Een heel fijn leven nog, Jacob. Als we toch wachten, kun je misschien vertellen wat er hier aan de hand is. Waarom praat iedereen slecht over keizer Friedhelm? Ik zal je zeggen waarom. We hebben honger. Honger? Hij laat zijn land en zijn volk aan hun lot over. Hoewel keizer Friedhelm stinkend rijk is. Wat doet hij dan met al het geld? Hij geeft het uit. Waaraan? Kleren, kleren, kleren. En toch heb ik niets om aan te trekken. Zal ik dan maar naakt gaan rondlopen? Keizerlijke majesteit, wat vindt u hiervan? Hiervoor hebben 20 fazanten en 4 pauwen hun veren verloren. Ja, vast. Maar het verveelt me zo. En al die kostuumpjes ken ik al. Heb je niet iets nieuws voor me? Iets dat nog niet zo bekend is? Geen pluimvee. Geen mantel van exotische dieren. En ook geen broeken met gouden stoffen. En ook geen hemd van het leer van vleermuisoren. Dat is zo vervelend. Wat is dat? Is dat een vlek? Oh, vergeef me, keizerlijke majesteit. Ga en maak het schoon dan. Maar wel heel snel. En als dat nog één keer gebeurt, dan gooi ik je in de kerker bij de anderen. Begrepen? Laat mij dat toch uit. Ik zal echt nooit meer smossen. Weg. Mijn keizer, een heel bijzonder kledingstuk. Mijn nieuwste creatie. De stof van het web van Aziatische zijdespinnen. Geverfd met gele rozenblaadjes. Dat heb ik speciaal gemaakt voor uw verjaardag. Dank u wel. Ja, ja. Ja, dat is niets bijzonders. Hè. Nou, ja, wel mooi. Ja. Mijn keizer, het zijn knopen van otterneuzen. De applicaties zijn dauwdruppels van barnsteen. Wilt u hem niet meteen aantrekken? Vooruit. Echt waar, hij kleedt zich ieder uur wel een keer om. Het schijnt ook dat hij voor mooie kleren bijna alles doet. Alles? Niks anders interesseert hem. Jammer. Want er zijn toch veel mooiere dingen in zijn rijk dan dat? Hij bedoelt jou. Misschien zou je die keizer Friedhelm moeten aanbieden een heel mooi pak voor hem te maken. Goed idee. Ten eerste heeft hij de beste kleermakers van het land. En ten tweede is hij heel streng. Hij laat je om een kleinigheid in de kerker gooien. En ten derde zul je nooit in het kasteel komen. Otto. Wat een geluk. Je moet me helpen. Moet je nou eens kijken. Als de keizer dat ziet, gooit hij je in de kerker. Dat weet ik toch. Iemand heeft mijn schoenen gestolen. Ik moet een paar schoenen, anders kan ik het schudden. Dat zullen we nog wel zien. Maar... Moet je dan ook weer midden in je diensttijd een uiltje knappen, hm? Ja, ja, loop maar, jij lelijke schapenkop, en laat je hier niet meer zien. De volgende keer dat je een keizerlijke dienaar wilt bestelen, kom je er niet ongeschonden vanaf. Dus, jij stom varken, dus. Greta! Ongekend in wat voor kille wereld wij leven. Moet u zien, deze schoenen heb ik van een oplichter afgepakt die ze me verkopen wilde. Dat zijn de mijne. Werkelijk? Ik wist het wel, dat het niet de schoenen van een stinkende zwerver konden zijn. Hier, hebt u ze terug. Heb jij even mazzel? Ik
Ik sta bij u in het krijt, vreemdeling. Als ik iets kan doen... Nee, ik heb gewoon gedaan wat iedereen zou doen. Die afgedragen schoenen, als u die niet meer gebruikt, dan... Tuurlijk. Dank u. Ik had ze eigenlijk voor de kerken bewaard. Ik ben u echt heel dankbaar. Als ik ook maar iets voor u kan doen, dan... Ik zou wel iets willen, maar... Nee, dat is te veel. Toch. Zeg het maar. Wat het ook is. Is het misschien mogelijk dat mijn twee assistenten daar ginds en ik even kort met de keizer kunnen spreken? Met de keizer? Ja, Friedhelm. Dat is gans onmogelijk. Ik heb hem een aanbod te doen. Het gaat om mode, haute couture. Volkomen uitgesloten. Ja, het spijt me, dacht ik al. Mijn schuld, vergeet het zand erover. Waarschijnlijk bent u ook slechts een dienaar en ook niet bevoegd bij de keizer te komen. Spijt me. Fijne dag nog. Slechts een dienaar? Hé! Hey. En of wij bevoegdheden hebben. Ga en haal je assistenten. Ja! Weet je zeker dat dit een goed idee is? We zien wel. Ik heb tenminste mijn schoenen aan als we naar de kerken gaan. Wat, wij? Moet je zien, zeg. Dit is echt wonderschoon. Wat wil je van de keizer? Excellent. Ja, dat is eerder iets voor een bejaarde, vind je niet? U ziet er duizelingwekkend uit, uw keizerlijke majesteit. Het benadrukt uw status en maakt u wel haast goddelijk. Vind je dat? Ja, ik weet het niet. Ja, voor mijn verjaardag is het zo weinig uitgesproken, toch? Dan moeten we u met iets specialers dan dit aankomen. Nog specialer. Op mijn verjaardag wil ik echt iets dragen dat ieder die mij ziet de adem ontneemt. Hendrik, mijn keizerlijke raadsheer. Wat vind je? Staat dit me? Natuurlijk, majesteit. Ik stoor niet graag, maar we moeten dringend over de veestapel van uw rijk praten. En over de financiën. Ik begin er toch echt zorgen te maken. Ja, later. Zie je dan niet dat ik nu bezig ben? Jazeker, maar het volk lijdt honger. Ik zal je wat zeggen. Als er hier iemand zich werkelijk zorgen moet maken, dan ben ik dat. Ik vier straks mijn verjaardag en ik heb niets om aan te trekken. Wat vreselijk! Het spijt me, uw keizerlijke majesteit, maar ik kan me niet inhouden als mijn geliefde keizer zo in nood verkeert. En jij bent? Hoe ben jij hier binnengekomen? Ik heb je gewaarschuwd, Paul. Hij had me verteld dat hij moet... Ik ben Wever. De beste die er is. En iedereen weet dat er wereldwijd niemand is met een betere smaak dan u. Dus is het vanzelfsprekend dat ik u mijn diensten aanbied. Je ziet er niet echt uit als een wever. Vergeef mijn armoedige aanblik, maar... mijn hele leven heb ik maar één doel voor ogen. Namelijk de mooiste kleren voor de mooiste mensen te maken. En wie is er nou mooier en waardiger dan u, keizerlijke majesteit? Ziet u, voor iemand als ik zijn mijn eigen kleren veel te prachtig en kostbaar. En hoe komt het dat ik nog nooit van jou gehoord heb dan? Mevrouw, ik kom van heel ver weg en ik ben speciaal afgereisd om de keizer een aanbod te doen. Dat is belachelijk. Wat beeld jij je in? Wachter, schijp hem! Wat is dat voor een aanbod? U moet voor uw verjaardag een heel bijzonder kledingstuk dragen. En dat kan ik voor u maken. Eén waar geen tweede van is. Op de hele wereld niet. Ik snap werkelijk niet waarom u dit gezwets van zo'n onbeduidende jongen aanhoort. Wat voor een kostuum is dat? Wat is daar zo bijzonder aan? Het is mooi. Zo mooi dat een ieder die u erin ziet, erdoor verblind zal worden. Maar het beste eraan is dat het voor menig mens onzichtbaar is. Onzichtbaar? Iedereen die onvergeeflijk dom of zijn ambt niet waardig is, kan dat pak niet zien. Laat me niet lachen. Jij vertelt me nu dus dat je niet alleen het mooiste kostuum kunt weven, maar ook een waarmee ik dus kan uitzoeken
wie er in mijn rijk dom is en voor zijn ambt niet deugt, ja? U gelooft toch zeker niet wat die lummel dat zegt? Dat is ongekend, dat is echt fantastisch. In een handomdraai weet ik wie nuttig is en wie niet. Ik moet zo'n kostuum hebben. Ik draag je hierbij op zo'n kostuum te maken. En je krijgt van mij alles wat je daarvoor nodig hebt. Veel dank, keizerlijke majesteit. Heel erg bedankt. We hebben echt een fabuleus weefgetouw hier. En de beste materialen die je maar kan voorstellen. Kost en inwoon krijgt u ook. De spullen moeten alleen voorkomende volle maand klaar zijn. Want dan ben ik namelijk jarig. Oh, ja. Als je je woord houdt, dan krijg je van mij een zak vol met goudstukken. Majesteit. Och, Hendrik, alsjeblieft. Dat is werkelijk heel groothartig van uw keizerlijke majesteit. Ik wil niet ondankbaar zijn, begrijpt u me niet verkeerd. Maar zonder mijn beide assistentes kan ik helaas niet werken. Assistentes? Wat voor assistentes? Ja, nou goed. Zij beide krijgen ook een kamer en wat te eten. Zijn het deze twee hier? Alsjeblieft, trek wat anders aan. Dit kan echt niet. Ik wil door schoonheid omgeven zijn. Breng ze naar het weefgetouw. Natuurlijk, keizer. Ah ja, voor ik het vergeet. Als je mij beduvelt, dan laat ik jullie voor de rest van je leven in de kerker werpen. Ja, alle drie. Zo, ik ga nu mijn nieuwe stoffen eens bekijken. Kom je, Adèle? Hier is het weefgetouw. Hier tegenover is uw eigen vertrek. Daar ligt ook nieuwe kleding voor u. Goed, dan staan we kiet, toch? Ja, heel erg bedankt, Otto. Paul. Paul. Zeg eens. Dat met dat voor altijd opgesloten, dat bedoelt de keizer niet zo letterlijk, toch? Ik vrees van wel. Wat is dit dan? Ik heb geen idee. Ben jij nou helemaal van lotje getikt? Ik had op een beetje meer enthousiasme gehoopt. Enthousiasme? Huh? Omdat we straks voor altijd in de kerker zitten? Leuk hoor. Vastgeketend, ratten, vochtige kelder, enthousiast genoeg. Hoe durf je Greta en mij daarin mee te sleuren? Maar ik vind het niet zo erg. Dank je. Maya, kijk eens om je heen. We hebben de komende tijd een dak boven ons hoofd. Krijgen een paar keer per dag warme maaltijden. Slapen 's nachts in zachte, luxe bedden en... De druiven zijn heel zoet. Ik kan het om de dood niet uitstaan als men achter mijn rug om iets beslist. Je had het me kunnen vragen, toch? Had je dan ja gezegd? Nee. Zie je? Maar ik heb je dringend nodig. Je hebt me nodig. Ja. Dringend? Ja. Waarvoor? Nou ja, jij bent toch een weefster? Naaister. Juist, ja. Ik had gehoopt dat jij mij kon vertellen hoe zo'n weefding eigenlijk werkt. Dat is een grapje, toch? Nee. Maar jij bent toch wever? Nee. Maar je hebt tegen de keizer gezegd... Ja, ik geef het toe. Ik heb gelogen. De waarheid is, ik heb nog nooit van mijn leven zo'n ding gezien. We zijn verloren, alle drie. Ach, niemand is verloren. We gaan een heleboel pret hebben. Het wordt hartstikke leuk. Pret. Veel pret. Toe, luister nou even. Niemand zal de kerker in gaan. Alles komt goed. Ik heb een plan. Vertrouw je me? Ik vertrouw hem. Ze zeggen dat het de mooiste kleren aller tijden worden. Het schijnt dat wie dom is of zijn ambt niet waardig is, de kleren niet kan zien. We gaan zijn nieuwe kleren voor het eerst op zijn verjaardag zien. Maar ze schijnen onzichtbaar te zijn. Maar alleen voor de domme en wie er voor zijn ambt niet deugt. Ben je dan ook echt dom of je ambt niet waardig of totaal niet geschikt? Nee, natuurlijk niet. Dan zal keizer Friedhelm ons uit zijn kasteel verjagen. Wij zijn toch niet dom? Wij zijn toch geen heidenen? Goedendag, mijn keizerlijke hoogheid.
maar nu gaan we ons eerst wassen. Nee, 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 niet wassen! Greta! Nee! Ja, dan leg ik je het weefgetouw uit. Goed dan, dit is de lade. Die pak je met je linkerhand. En als je aan de lade trekt, duw je het pedaal in. Dan bewegen dus de assen en dan laat je de lade los. En dan kan het scheepje eroverheen. Het scheepje eroverheen? Ja, dat glijdt dan zo over de kettingdraden, maar die moeten we eerst gaan spannen. Kettingdraden, ja. Wil je het eens proberen? Je moet je schoenen uittrekken. Schoenen. Zo kun je toch nooit een pak voor de keizer maken? Nee. Al helemaal geen dat magische krachten bezit. Dat ben ik ook niet van plan. Wat ben je dan wel van plan? De keizer zal precies dat krijgen wat hij besteld heeft. Hoe dan, als je niet weven wilt? We doen alsof. We doen alsof. Geloof me. Ik weet wat ik doe. Je bestelling. Parelmoer, saffraan, gouddraad, zijde, parels. Heel goed, dank u. Overigens laat de keizer u weten dat hij klaar is. Hij verwacht u in de tuin voor het opmeten. Wat wil hij in de tuin dan opmeten? Hij maakt een grapje. Natuurlijk moet de keizer opgemeten worden. Natuurlijk moet de keizer opgemeten worden. Mijn assistente zal me begeleiden. Oh, dat zal de keizer niet goedkeuren. Hoezo? Ze is een vrouw. En de keizer draagt bij het maten opmeten slechts zijn huispruik. Hij is snel gegeneerd, zoals u begrijpt. Schuchter. Schuchter? Begrijp ik. Ja, goed, dan doe ik het wel alleen. Zeer goed. Ik heb geen idee hoe dat in zijn werk gaat, dat opmeten. Je weet toch zo goed wat je doet? Ongeveer. Die kleren kunnen weg. Wat ik al een keer gedragen heb, trek ik niet nog eens aan. En dat weet je toch? Ah, kom verder. Ik wil bij het nemen van de maten niet gestoord worden. Door niemand niet. Allemaal weg, 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 weg. Ah, eindelijk zie je eruit als een heer. Nou ja, kom, waar wacht je op? Waar is dan je meetlint? Mijn meetlint? Ik heb mijn eigen methode. Ik heb dus geen meetlint. Als je me toestaat. Een eigen methode? 1, 2, 4, 6, 8. 8. Schrijf jij je maten niet op? Nee. Alles wordt hier opgeslagen. 4, 6, opgeslagen, ja? Jij werkt anders dan de anderen die al iets voor mij gemaakt hebben. Ja, dat kan wel kloppen. Buitengewone kleren voor een buitengewone man als u behoeven ook buitengewone metingen. 4. Goed. Ja, dat is eigenlijk zo, ja. Even zo blijven staan. Oh, ik ben nieuwsgierig. Hoe gaat het pak eruit zien dat jij voor me maakt? Prachtig. Ja, natuurlijk prachtig. Maar hoe precies? Ik bedoel, prachtig als een pauw. Of als leeuw. Of als een zonsopgang. Stelt u zich eens een leeuw met veren voor die de zonsopgang tegemoet redt? Zo ongeveer. Ik kan haast niet wachten. Ik ook niet, uwe majesteit. Ik ook niet. Dit zijn de moeilijkste schoenen die ik ooit aan heb gehad. Ik wou dat mama en papa nog zouden leven. En ons zo zouden kunnen zien. Ze zouden zeker trots zijn. Dat zouden ze zijn. Zijn al deze schatten allemaal voor het pak van de keizer? Eigenlijk wel. Maar je hebt het gehoord. Jacob kan niet weven. Ja, maar hij heeft toch een goed plan? En jij gelooft dat dat plan goed is? Ja. Je kent Jacob toch helemaal niet? Greta, het kan zijn dat we door hem in de kerker komen. Dat gebeurt niet. Hoe weet je dat zo zeker? Ik zie hoe hij naar je kijkt. Jacob zou het nooit toelaten dat jij in die kerker komt. Dat weet ik zeker.
En? Heb je alles wat je nodig hebt voor je kostuum? Ach ja, gouddraad en parels kan je nooit genoeg hebben. En saffraan voor kleuring. Ik zal ervoor zorgen dat je daar meer van krijgt. Hoe meer, hoe prachtiger. Je moet weten dat ik me niet voor de schoonheid van je kleren interesseer. Het gaat mij nu om het idee dat sommige van mijn onderdanen dom zijn als het achterend van een varken. En dat ik door dit soort nietsnutten omgeven ben die voor hun ambt niet deugen. Met jouw kleren zal ik ze ontmaskeren. Allemaal. U zult verbaasd zijn hoe ontmaskerend deze kleren zullen zijn. Jij weet nu ook wel dat ik mijn dreigementen waar zal maken als jij mij bedriegt. En probeer maar niet ongemerkt het kasteel te verlaten. Mijn wachters houden je in de gaten. Nou, kom, aan het werk dan. Schiet het werk al op, meester? Ja, ja, de dingen gaan goed. Misschien kan ik je ergens nog mee helpen. Ik denk dat dat niet nodig is, maar bedankt. Het weefgetouw klemt heel soms een beetje achter het tourniquet. Heb je dat gemerkt? Ja, maar ik red me wel. Werkelijk? Dat verbaast me. Een weefgetouw heeft geen tourniquet. Wat zou mij ervan weerhouden nu ogenblikkelijk naar de keizer te lopen? Om hem te zeggen dat jij een oplichter bent. U vergist zich in mij. Zo? Keizer Friedhelm zal aannemen dat u alleen maar slecht over mij praat omdat u domweg jaloers op me bent. Waarom zou ik nou jaloers zijn? Dat ligt er voor de hand. Keizerlijke majesteit heeft mij opgedragen zijn verjaardagspak te maken. En niet u. U bent onthand, gekrenkt en bedroefd. Daarom zint u toch op wraak? Ik heb je onderschat. Maar je hebt niet meer veel tijd en binnenkort wil de keizer zijn kleren hebben. En dan is het voorbij met jou. We zullen zien. Verliefd op hem. Onzin. Ben je wel? Hou je mond en ga slapen. Wie is daar? Slaap je al? Nee, maar ik geloof dat ik droom. Ik kan niet slapen. Ik ook niet. Mijn hoofd zit zo vol. Net als het mijne. Ik heb zo'n vreemd gevoel in mijn buik. Werkelijk? Ik moet de hele tijd aan denken. Ja? Maar goed, ik stel me voor dat we straks... Ja, ik weet precies wat je voelt. Samen... op water en brood in de kerker zitten en pas weer uitkomen als we oud en grijs zijn. Ah ja. Weet je, ik maak me niet echt zorgen om mij, maar... maar als Greta opgesloten wordt... dan bid maar tot God. Niemand wordt opgesloten. En wat wil je dan doen als wij daar op de verjaardag van de keizer met lege handen staan? Dat is simpel. We doen alsof ze niet leeg zijn. Ja, de keizer ziet alleen wat hij wil zien en alle anderen zullen hem daarin bevestigen. Omdat niemand dom of ongeschikt wil zijn. Dat is je plan? Ja, dat is goed, toch? Dat is het domste dat ik ooit gehoord heb. Nee, het gaat heus werken. Nee, nooit. Jawel, als twee of liever drie mensen zeggen wel iets gezien te hebben dat er eigenlijk niet is, zal niemand wagen eraan te twijfelen. Zo zijn mensen. Ja, ik...
paardje. Nee, je bent een ezel. Ik heb niets, niets, niets om aan te trekken. Verschrikkelijk. Ongehoord. Gouddraad, zijde, parels. Keizerlijke majesteit, de mantel. De mantel is echt als... als het ontwerp van de... vleugels van een vlinder. Ach, als het ontwerp van de vleugels van een vlinder, keizerlijke majesteit. Gouddraad en parels. Dank u. Nee, 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 nee. Twee steken. Twee steken, Maya. Niet vier. Twee. Zeg, Otto. Ja? Mag ik iets vragen? Tuurlijk. Vind je dat ik dom ben? Nee. En vind je, Otto, dat ik mijn werk goed uitvoer? Ja, behalve dan je middagslaapje in de diensttijd. Dan heb ik misschien wel echt een bril nodig. Heb jij dan niets gezien op het weefgetouw? Echt niets? Ook niet een heel klein beetje? Je moet me precies beschrijven wat ze nou gemaakt hebben, voor als iemand het vraagt. Hm? Hoe zag het eruit, Otto? Zeg het! Ik heb geen idee. Wat? Ik heb ook niets gezien. Dan zijn we beide dom. Of ongeschikt. Of allebei. Maar als we niemand zeggen dat we niets gezien hebben... dan merkt ook niemand dat wij dom zijn. Of ongeschikt. Of allebei. Oké. Okay. Oké. We zeggen geen woord. Want dat zou pas dom zijn. In het oosten van het land trekt de bevolking massaal weg. Hele landstreken zijn nu al onbevolkt, majesteit. In het noorden is een brug ingestort die dringend vervangen moet. De mensen aan de andere kant lijden nu honger en dorst. En in het hele Rijk zijn er bijna geen koeien, varkens, geiten en kippen meer, omdat alle dieren voor het maken van kleren gebruikt worden. Zelf hebben wij nog maar één... nog maar één koe. Ja, Hendrik, jij bent hier de geldminister, dus doe er wat tegen. Ja, wat kan ik eraan doen? De kas is bijna leeg. Om dat te weten heb ik jou, waar of niet? We kunnen wellicht een klein beetje van de kledingbegroting gebruiken, majesteit. Wie zo'n absurd voorstel doet, heeft hiervoor zijn werk niet goed gedaan. Sire, maar met alle respect, dat met die kledingbegroting was maar een voorstel natuurlijk. Weet je wat, Hendrik? Altijd als je met mij spreekt, breng je slechte berichten. Dat valt nu lichtelijk op. We geven gewoon te veel geld uit aan kleren ten koste van andere zaken. En we verbruiken te veel grondstoffen. Alles voor uw garderobe. En alles, met respect, voor u. Ja, maar lieve Hendrik, ik ben de keizer. Moet ik dan maar jute zakken dragen? Nee, uw keizerlijke majesteit. Moet ik misschien naakt voor mijn volk treden? Nee, Hendrik? Natuurlijk niet. Uw keizerlijke majesteit. Wie er in mijn rijk niet voor zijn ambt deugt, dat zal ik snel ervaren. Je hebt gehoord wat de wever gezegd heeft. Ja, uw keizerlijke majesteit. U moet dat allen goed in acht nemen. Allen. Die rode. Deze is lelijk. Au, ah! Zie jij dan niet dat deze roos nog een doorn heeft, jij? Hm? Dat was stom. Wil je mij dood hebben, jij? Wat? Wat denken jullie? Wil hij me dood hebben? Wachters! Laat ons hier toch uit! Ik zal voortaan beter uitkijken met knopen aan naaien. Doe, nou laten we eruit! Ik zal rozen zonder doornen kweken! Oh, ik weet het niet zeker. Je ziet die broche zo niet. Ja, kom bij me en vertel me eens. Hoe ver ben je met mijn kostuum? Ik brand van verlangen. Zonder te liegen kan ik u zeggen dat ik in mijn hele leven nog nooit mooiere kleren heb gemaakt dan deze, keizerlijke majesteit. Dat hoor ik graag. Ga verder. Zoals u op uw verjaardag gekleed zult gaan, heeft uw volk u zeker nog nooit gezien. Wanneer kan ik het eens zien? Vergeef me, keizerlijke majesteit, maar u wilt toch niet de verrassing bederven? En bovendien wil ik u liever geen onafgemaakte dingen laten zien. Nu, beschrijf me dan tenminste wat ik ga dragen. Sluit dan uw ogen. Hm? Stelt u zich het lichtste en fijnste hemd voor dat u ooit gezien heeft. Zo licht dat de wind er zelfs doorheen kan blazen.
Daarover draagt u een vest dat zo zacht en glad is als het dons van een kuiken. Ja. En uw pantalon, die voelt aan als een tweede huid. U voelt hem bijna niet. Ik voel het werkelijk niet. En uw mantel ziet eruit als het ontwerp van de vleugels van een wonderschone vlinder. In uw lievelingskleuren. Lila met goud. Een vleugje groen. Vertel. Wat ziet u? Ik zie dat ik mooi ben. En iedereen kijkt naar mij. Iedereen houdt van mij. Eventjes niet aan het werk? Nee. Even pauze, ik ga zo verder. Jij bent dus de assistente van de grote kunstenaar. Betaalt hij goed? Het spijt me, ik moet door. Jij moet mij niet voorliegen, meisje. Ik weet heus al dat jullie niets meer zijn dan bedriegers. Niets zit er op jullie weefgetouw. Echt niets. En al dat goud, dat saffraan, de zijde, de parels willen jullie achterover drukken en ermee verdwijnen. Ik geef toe, jullie plan is goed. De angst van mensen om voor dom of ongeschikt gehouden te worden beschermt jullie. Nog. Maar vroeg of laat zal jullie kleine leugen uitkomen en belanden jullie in de kerker. Er zijn daar ratten en spinnen. Je krijgt water en brood als je geluk hebt. Je zult nooit meer met je mooie voetjes in het meer kunnen baden en de zon zien. En je kleine zusje wordt oud en grijs nog voor ze ooit gekust wordt. Wat wilt u van mij? Ik kan ervoor zorgen dat jullie drie ongemerkt van hier weg kunnen komen. Waarom zouden wij dat doen? Ik wil dat jullie verdwijnen en nooit meer terugkomen. En zo niet zul je dat voor altijd berouwen. Kom om middernacht. De ingang van de zuidzijde. Daar wacht ik op jullie. We moeten nog de zonen van de mantel afmaken. Zonen? De zoon afmaken? Jacob. Huh? De hofontwerpster. Zij helpt ons hieruit. We moeten dan om middernacht bij de zuidingang zijn. Ga je weg? Ze weet alles. En dat kan heel slecht uitpakken. Dat gaat het niet. Jij denkt dat je slim bent. Je steelt parels, steelt goud, steelt zelfs schoenen. Mannen zoals jij ken ik. Je denkt alleen maar aan je eigen voordeel. Wat gebeurt er eigenlijk als je plan daadwerkelijk functioneert? Neem je dan al het goud en verdwijn je? Gaat het zo? Ik wil... En Greta en ik kunnen weer de markt op gaan en zeggen... Oh, bedankt dat Maya, we waren... Maya, mag ik ook eens wat zeggen? Goudraad en parels interesseren me echt niet. Wat dan wel? Wie doet er de zonen? Dat heet zoon! Zoon. Thank you.
Hendrik. Ik moest uw nieuwe kleren bekijken. Waarom dan? Omdat ik van de spanning de hele nacht geen oog dicht heb gedaan. Ik wil echt de heuse verrassing niet bederven, maar een blik van een vertrouweling zal toch wel mogen, denk je niet? Waarom dan uitgerekend ik? Omdat bij jou, mijn lieve Hendrik, de waarschijnlijkheid het grootste is dat jij überhaupt iets zal zien. Je weet wel. Och, u vleit me echt, majesteit. En daarna doe je mij het volledig verslag van wat je gezien hebt. Ja? Ja, kom mensen, maak toch eens meer schuim. Ja, hè. De keizer stuurt mij. Ik moet eens kijken hoe ver u bent. Nu. Nu. Nou. Goed dan. We hebben een gast die graag een blik op ons ontwerp zou willen werpen. Goed, dan gunnen we hem toch een blik. Kom, gaat u zitten. Is hij niet wonderschoon, de stof? Wat een rijkdom. Hoewel die veder licht is. Trek maar los, zodat hij het beter kan zien. Kijk eens hoe de kleuren gloeien. En die delicate plooien. Als was het door een oude meester gemaakt. Greta? Ja? Daaronder hangt nog een draadje los. Ah. Ik kom maar weer terug, ja. En, wat vindt u? Zal de keizer er straks niet ongekend uitzien? Inderdaad. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Ja, ja, maar bevalt het u? Absoluut. Ik... Ik ben overweldigd. Wonderschoon. Zo prachtig. Fenomenaal. Ongekend. Extravagant. U kunt zich er geen voorstelling van maken wat u te wachten staat, keizerlijke majesteit. Vertel toch, Hendrik. Ik wil alles tot in de details weten. Ja, een beetje sneller voortaan. Schiet nu toch eens op. Nou, vertel toch, Hendrik. Dat is niet zo simpel te beschrijven, uw keizerlijke majesteit. Nou, dan doe je maar wat moeite. Ja, er was een ding. Een bloeiend ding. Al was het door een oude meester gemaakt. En de kleuren. Gloeiende kleuren. Welke kleuren? Alle. Alle mogelijke. Alle mogelijke? Wat is dat voor omschrijving, Hendrik? Alsjeblieft. Kan het misschien ook iets preciezer? Ik bedoel, ik ga er toch niet uitzien als een regenboog of zo? Natuurlijk niet, uw keizerlijke majesteit. Wel dan. Hij brengt telkens meer schatten. Wat doen we daar nou mee? We laten ze verdwijnen. Verdwijnen? We kunnen ze toch niet inweven? Sommige dingen. Moet je laten verdwijnen. En dan op het juiste moment weer tevoorschijn halen. Ik hoop dat ik niet stoor bij het werken. Ach jee. Zo te zien ben ik mijn ambt
Niet waardig. Ik zie namelijk niets. Helemaal niets. En gisternacht heb ik jullie ook al niet gezien. Hadden wij niet een afspraak? We hebben iets anders besloten. Voortdurend onderschat ik jullie. Maar juich niet te vroeg. Al hebben jullie Hendrik al voor jullie karretje gespannen. Wat zal de keizer zeggen als hij ziet dat hij niets ziet? Hij zal meespelen. Wellicht. Maar misschien ook niet. Hij mag dan ijdel zijn en narcistisch. Maar hij is niet dom. Jullie kunnen ook de kans verhogen dat hij voor jullie spel valt. We zijn een en al oor. Van welk persoon aan dit hof zal keizer Friedhelm het minst verwachten dat hij jullie werk op waarde schat? Van u? Hij weet dat ik jullie het liefst uit het kasteel weg wil hebben. Maar zoals hij mij behandeld heeft, heeft hij een straf verdiend. Ik neem aan dat uw aanbod wel een prijs heeft. Ik wil jullie woord dat jullie na zijn verjaardag hier voor altijd verdwijnen. Dank u wel, maar we slaan uw aanbod af. Je beslist dit gewoon weer zonder enig overleg. Wat? Ik bedoelde dat ik... We geven u ons erewoord. Jij bent sluw en zij is slim. De wereld is aan jullie. De cadeautjes doen we wel later, ja? Ik wil nu eindelijk mijn kleren zien. Ik kan het geen minuut langer uithouden. Je zult verbaasd zijn. Ach, hou me toch niet zo aan het lijntje. Toon me nu uw werk. Met plezier. Sluit uw ogen. Werkelijk? Graag. Goed. Mag ik al kijken? Mag ik? Open uw ogen. Ja, ik sta echt versteld. Kom. Kijk. Daarachter bij de mantel, dat ongekende kleurenspel. Dat kleurenspel. Goud, groen, lila. En kijk eens hoe prachtig de stiksels van het hemd in het licht schitteren. En hoe mooi ze met dat kant samenspelen. Ja, die stiksels. En deze pantalon voelt aan alsof je enkel met een lichte lentebries geweven is. Voel. En bent u tevreden met ons, uw keizerlijke majesteit? Ik ben... Ja. Ik ben... Ik ben sprakeloos. Ja, dat moet ik toegeven. Laat me zien wat deze boerenpummels gemaakt hebben. Mijn god, dit is... Wat dan? Dit is... Ja, wat is dit dan? Ja, zeg dan eindelijk. Een absoluut meesterwerk. Van grote schoonheid, gratie en luchtigheid. Ik ben volkomen overweldigd. Zie toch deze edele juste accord. Geen mooiere heb ik ooit op de hele wereld gezien. Ik heb jullie onrecht gedaan. Het spijt me. Ja, en laat dat voor jou een lesje zijn, mijn liefste.
Maar wat jouw oordelen over deze kleren betreft... Dan moet ik je natuurlijk gelijk geven. Wat zeg ik nu? Kleren? Dat zijn toch niet echt kleren? Dat zijn uit de hemel gevallen wolken. In hullen. Ik heb het van het eerste moment al geweten... dat jij mij iets nog nooit eerder vertoond zou gaan maken. Jij. Hier is je loon. Dank u, uw keizerlijke majesteit. Ja. En nu allemaal weg? Ja. Behalve jullie twee. Jou wil ik ook graag bij het aankleden erbij hebben. Kom. En de andere weg nu, moet ik dan alles twee keer zeggen? Dus ik dat de keizer meer goud als zijn lijf draagt dan dat hij zijn schatkamer heeft. Maar jammer dat je het niet kunt zien, domkop. Zeg eens, ken ik jou soms niet ergens van? Ik heb geen idee. Straks komt de keizer voorbij. Dat ziet er echt werkelijk goed uit. Vind ik ook. Ja. Gewoon. Ja, woon, de stroom, ja. Heel charmant. Bravo. Keizerlijke majesteit. Ja, maar de keizer heeft toch echt niks aan? Je bent naakt. Belachelijk laten maken. Jullie zijn een erbarmelijk hoopje ja-knikkers en hele likkers. Niemand van jullie heeft de moed me te zeggen dat ik naakt voor jullie sta. Je moest toch eens jullie domme gezichten zien nu? Dat is toch echt te stom? Een naakte keizer! Keizerlijke majesteit, nu u hier onder het volk bent, kunt u de mogelijkheid benutten om iets onzelfzuchtigs te doen. Eigenlijk zou ik jou in de kerker moeten gooien. Maar aan de andere kant. Je hebt me niets te veel beloofd. Zo? Heeft mijn volk mij nog nooit gezien? Toch? Ha 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 ha!
Spreek verder. Uw volk leidt verschrikkelijke honger. De mensen moeten echt wat eten. Meer dan aardappels en rapen. Er is geen geld. Wij hebben geen geld. Nou ja, het goud en de juwelen die we van u hebben gekregen maken wel een mooi beginnetje, of niet? Ja. Ja, zo is het. Keizer Friedhelm laat verkondigen dat voortaan niemand meer honger hoeft te lijden. Bravo! Je kunt op de gevangenen genade schenken. Genade, ja, ja. Ja, natuurlijk, ik schenk ze genade. Keizer Friedhelm gaat de onschuldige gevangenen vrijlaten. Ja! Staat weer. En in het oosten hebben zich weer talrijke mensen gevestigd. Ga verder. Ja, en omdat we nu veel minder dieren voor kleding nodig hebben, gedijt ook de veestapel en de landbouw weer. De mensen gaat het goed, dankzij uw wijsheid. Dat is echt ongekend. Hendrik, je moet me absoluut op de hoogte houden. Maar nu eerst moet ik eerst een huwelijk sluiten. Oh, daar is die, de bruidegom. Dank u voor de jurk. Hij is werkelijk wonderschoon. Ik ben gewoon goed. En omdat dat ook door de keizer weer wordt gezien, mogen jullie blijven zolang je wilt. We zullen zien. Kijk eens, Maya, een seintje. Ach, wat zoet. Kinderen, ik heb helaas maar heel weinig tijd, omdat ik me met staatszaken bezig moet houden. Ach, dan houden we het heel kort. Ja, ik wil. Ik ook. Heel goed, dan verklaar ik jullie hierbij tot man en vrouw.